Die blinde ook maar af. Oh, we zijn in een bos. What the fuck is je plan? Laat is het. Wat is de bedoeling? Ik hoor je denken, wat gebeurt hier nou weer? Nou ja, het zit als volgt. Een aantal weken geleden stuurde ik mijn cameraman en tevens goeie Mattie Michael het volgende berichtje. Yo, Mike. Hey, ik ben Kaulo inspiratieloos voor een nieuwe video. Dus ik heb het bedacht. Jij mag mij een keer random 's nachts wakker maken voor een video die je zelf hebt bedacht. En dan moet ik mee. Zolang je maar wat leuks bedenkt. Yo. En 3 keer raden wie er voor mijn deur stond om 4 uur 's nachts. Inderdaad. Tik. Wat is de bedoeling? Ik heb alles gegeven. Waarom heb ik geen kleren aan? Gaan we naar een sexy partner? Een soort van. Blijf even zitten. Even een spullen uit de auto pakken. En dan kunnen we gaan. Oh, godverdomme. Ja, we moeten wel iets doorlopen. Hoor. Ja, maar wacht even. Jij hebt hier niet een blinddoek om je hasses. Je loopt maar recht door. Ja, gast. Ik ga niet zelf lopen. Zeg, 1 keer de regie uit handen. Het gaat meteen helemaal mis. Gast, help me nou even. Oh, kut. Kut, dat was een brandnetel gek. Half naakt door een bosje lopen. Dat is lekker. Gelukkig hebben we totaal geen teken in Nederland. Als ik zeg lime krijg, dat is jouw schuld, vriend. Dan lopen we heen, joh. Ik vind dit een mooi beginpunt. Die blinde ook maar af. Oh, we zijn in een bos. What the fuck is je plan? Laat is het. Wat is de bedoeling? Wil je me dat alsjeblieft vertellen? Ik wil dat je vanaf hier binnen 12 uur op de Dam staat. En waarom heb ik dan een vlag? Ja, die mag je daar neerzetten. Oh, we gaan Amsterdam even terug veroveren. Precies. Ik heb ook wat leuke opdrachtjes voor je meegenomen in je tas. Oh, kijk. Ik zie hier wat kleren. Ja, die mag je dus nog niet aan. Zien dat je die ooit een keer kan terugverdienen. Maar ik weet niet waar de fuck we zijn, vriend. En er zijn al 5 minuten voorbij. Laten we nog even 5 minuten wachten. Ik moet nog even plassen. Zitten hier ook wilde dieren? Ik heb tijdens het plassen even nagedacht. Ik ga naar huis. Bedankt voor het kijken. Amsterdam, hier komen wij. Oké, Michael heeft dus bedacht dat ik binnen 12 uur terug moet zijn op de Dam in Amsterdam. Maar ik weet dus niet waar ik ben. Het enige wat ik weet is dat we ongeveer 1 uur hebben gereden. Dus extreem ver kunnen we niet zijn. Zo, ik vind het eigenlijk relaxed, jongen. Maar je weet hoe ik ben, hè? Ik ga gewoon recht op mijn doel af, ook al weet ik niet precies. Hoor je dat? Ja. Maar geen grappen. Hoor je dit? Er lopen hier wilde beesten, jongens. Gast, wat leeft hier? Ik ga niet die kant op, want daar zijn de beesten heen gerend. Ja, ik loop maar gewoon op gevoel, hè. Ik moet wel zeggen, ik heb niet het meest gunstige pad uitgekozen. Michael en ik beweren en zweren net dat wij herten gezien hebben. Jullie geloven dat natuurlijk niet, dus we gaan ze even opzoeken. Dit moet je dus doen. Als je een reeën of herten wil oproepen, moet je dit doen. Het werkt niet. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik vannacht gewekt werd door mijn grote vriend Michael, toen dacht ik, dit is echt het laatste waar ik zin in heb. Nu loop ik hier, nu denk ik nog steeds, dit is het laatste waar ik zin in heb. We hebben de hertjes, de reetjes in onze vizier. Hoor je dat? Dat was keihard. Je hoorde hem gewoon brullen. Misschien is dat wel een signaal dat er... Misschien is dat wel een signaal dat we moeten oprotten. Zijn die beesten gevaarlijk? Ja, gast, jij hebt mij hier gedropt. Oh, wacht. Ding, man. Ik strek me de pleuris. Zijn ze kwijt? Zijn zo koulo veel hier. Parkour! Godverdomme, hier al die kutbrandnetels. Ik zou het wel leuk vinden om even wat kleren te krijgen. Michael, ik heb gewoon een partij kleren in mijn tas. Mag ik die niet gewoon even aantrekken? Laten we een spelletje gaan spelen dan. Als je hem wint, dan krijg je een kleding. Ik hoef geen vieze dingen te doen, hè? Een bordspelletje spelen. Waar staat dit dan weer op? Spelletjes. Wat is dit nou weer? We gaan even een potje wie is het doen. En als je wint, dan krijg jij je kleren. God, Sambo, wat spannend. Ik deed het vroeger echt vet vaak. Dus jij bent hier goed in? Ik ben hier heel goed in. Kijk. Ben jij een vrouw? Nee. Oké. Lotje of Lisa? Dat is het enige wat kan. Dus dan denk ik dat jij voor Lotje bent gegaan. Lotje? Ja. Het is fout. Ben jij voor Lisa gegaan? Ik ben voor Anne gegaan. Hoe ziet die eruit dan? We hadden een kleine miscommunicatie. Laat ik het daarop houden. Ben jij Bram? Ja, ik speel wel het spel goed. Hé, hey, maar dit betekent natuurlijk maar 1 ding. Dat je nog steeds niet alles krijgt omdat je vals hebt gespeeld. Oké, dan doe ik... Een broek. Oké, dan doe ik wel een broek aan. Wil je een dropje? Oh, lekker.
Als jij één in je mond stopt, dan krijg je van mij een kompas. Moet ik hem ook doorslikken? Nee, in je mond. 5 seconden. Echt is toch dat ik ook nog aan het overwegen ben ook. In dit serieus? Mag ik? Oké. Okay. 5 seconden. 5 seconden. Ik vind het echt verschrikkelijk. Nou kijk, deze beesten eten alleen maar gras, blaadjes. Dus op zich zo erg kan het niet zijn. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 4, 4,5, 5. Je proeft helemaal niks, maar de gedachten gaan een beetje nasty. Maar, kom met die koude kompas. Nou, kijk eens aan. Nu weet je waar we zijn. Ja, het is niet dat als je een kompas krijgt dat je dan weet waar je bent. Hè? Het is geen kaart. Gast, luister. Stel, ik ben op de Veluwe. Daar ga ik even vanuit. En ik moet naar Amsterdam. Dan moet ik naar het westen. We gaan lekker naar het westen toe. Ik doe het gewoon. That's me, crazy me. Hier is het open. Yeah, baby. Hier eindigt het bos. Het zijn een soort duinen. Het is gewoon zand. Misschien dat ik dan toch niet in de Veluwe ben. Nou, dan gaan we even over het heuveltje kijken waar we beland zijn. Zou jij niet een verrekijker willen? Ik zou wel een verrekijker willen. Tijd voor een spelletje. Lekker. Ik weet precies hoe dit moet. Jij mag beginnen. We speelden weer een spelletje en die had ik weer gewonnen. Dus toen kreeg ik een verrekijker. Hoera. Ik heb nu een verrekijker. Vind ik echt helemaal fantastisch. Wat ik minder fantastisch vind is dat ik wel echt een half uur van mijn tijd verneukt heb. Ik ga even lekker verder kijken hier. We gaan dus even de paarden bezoeken. Kijk, de paarden chillen daar gewoon. Misschien storen we ze wel, hè? Gewoon aardig vragen. Hallo meneer. Kunnen we even een shotje maken van u? Ik vind het wel enge beesten, man. Ik bedoel, ik kom van een boerderij. Ik ben dit over het algemeen gewend, maar paarden vind ik toch onvoorspelbaar. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Gaat goed. Ja, gaat fantastisch. Ik zit alleen even te denken. Stel, ik haal het binnen 12 uur. Wat win ik dan? Het is een goede vraag. Waarom zou ik mijn best doen? Oké, dan mag jij iets voor mij bedenken. Oké, nee, maar dat vind ik goed. Dan ga ik daar even over nadenken. Ik heb het idee dat we niet op de Veluwe zijn. Want ik vind het wel heel erg veel zand. Hier zit geen zand. Ook als je daar kijkt. Ik denk dat we misschien wel in de buurt van de kust zijn. Want ik krijg het ook een beetje koud. Maar ik ben niet van plan om van mijn plan af te wijken. Want als we eenmaal naar het westen gaan, dan gaan we godsamme ook naar het westen, ja? Ik heb trouwens bedacht hoe we dit even gaan spelen. Oké. Okay. Als het mij niet lukt om binnen 12 uur op de Dam te zijn, dan mag jij mij nog een keer 's nachts wakker maken voor een avontuur. Oké. Okay. Maar als het mij wel lukt, dan mag ik jou een keer wakker maken 's nachts. Oké. Okay. Ik heb het idee, ja! Ja, lieve mensen. Jullie weten niet wat ik zie, maar ik ga het jullie even laten zien. Daar is het, kijk, dat bedoel ik. Ik zie de zee, ik zie een vuurtoren. We zijn gewoon aan de kust. We gaan klauteren, want ik wil gewoon naar het strand. Waar zijn we, jongens? Laten we even kijken. Provincie Noord-Holland. Oh, ja, dan ben ik echt over de 3 kwartier thuis. Ik ga die vrouw even vragen. Mevrouw, mag ik iets vragen? Ja. Waar ben ik? In IJmuiden. Hoezo dat? Ja, ik ben een beetje de weg kwijt. IJmuiden. Je hebt natuurlijk al lang die vlieger achter in je tas gezien. Ja. Als je die 10 minuten lang in de lucht weet te houden, dan krijg jij je shirt terug. Een shirtje zou ik wel lekker vinden. Er staat wel echt geen wind vandaag. Goed zo, lekker jongens. Hier, metertje, half metertje. Ik zit een half. Kijk, hij hangt nu mooi in de lucht. Dit ding gaat gewoon nog een volle 8 minuten in de lucht hangen. Kijk hoe die even lekker loopt te zweven hier. 3, 2, 1. Ik wil mijn shirt. Dankjewel. We gaan door. Het is nu 11 uur. Dat betekent dat we 7 uur onderweg zijn. Nou, we hebben nog 5 uur over. Ja, maar je bent nog geen stap de goede richting ingegaan. Nee, dat klopt. Hier, ik ga deze vismeneer gewoon even vragen of hij ons in ieder geval even IJmuiden in wil brengen. Mag ik wat vragen? Ja. Gaat u die kant op? Waar wil jij naar? De Shell. Oh, dat is wel een stukje, ja. Ja, dat is 10 minuutjes toch? Ik ben hier vannacht om 4 uur ben ik hier in het bos, ben ik gedropt door deze mafkees. Ook in mijn onderbroek. Ik dacht eens dat ik op de Veluwe was. Kun je nou? Oh, echt? Dus ik dacht, ik loop gewoon naar het westen. Ja. Want dan ga ik in ieder geval richting Amsterdam. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. En dan kom je in een muiden van all places. Je hebt wel al gegeten, om beesten. Nee. Ook nog niet. Nee. Iets te drinken, dat zou ik wel fijn vinden. Dus dat gaan we straks even kijken of we dat kunnen roggelen bij de Shell. Of een visie van jou. Visie van mij? Ik weet niet of je wel rauwe vis had. Ja, je ging op tonijn. Maar oh nee, die heb ik net afgezet. Zal ik hier in de zaak op zitten? Ja, helemaal fantastisch. Oké, jongens, succes hè. Bedankt voor de lift. Doei. Kijk, zo regel je dat. Michael, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik moet wel even wat drinken. Ik heb een droge bek. Ik heb echt vanaf 4 uur niks meer gehad. Ik ben wel down voor een spelletje. Ik heb een doelstelling. Die als eerst 6 gooit, die krijgt drinken. Maar heb je drinken of mag ik zelf wat fixen? Je mag zelf naar binnen lopen om te kiezen wat je wil. Daar gaan we. Satcha. Ja, man. En 3 voor Michael. Dit wordt hem, hoor. Ik voel het. Hier.
Dat dacht ik. Dat is hem hoor, hé. Lekker! Kom maar met die knaken. Oh, ik ga wat lekkers halen. Jij krijgt geen slokkie. Deze graag. Oh, hier gaan we even van genieten zeg, hé. Lekker. Ik weet dat jij van koffie houdt. Ik weet dat jij van ijskoffie houdt. Daarom dacht ik, ik ram deze rakker er even in. Ik heb wel gewoon geld, dus ik ga er ook in halen. Dat is wel kut, hè. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Proost. Proost. Ik verlaat even een tankstation, want hier zit een woonwijk achter. Ik ga gewoon brutaal bij mensen aanbellen en letterlijk vragen. Yo, breng me eens even naar Amsterdam. Ik denk niet dat mensen dat doen. Ik denk het wel. Hallo, bent u druk? Ja. Oh, ik heb een lift nodig naar Amsterdam. Oh. Oké, nou dan probeer ik even ergens anders. Dag meneer. Dag meneer. Ik moet naar Amsterdam. Vroeg me af of u mij misschien daar naartoe kan brengen. Nou, niet echt, nee. Dag. Stoor ik u? Ja, een beetje, maar... Oh, ik vroeg me af of u mij misschien naar Amsterdam kan brengen. Nee. Geen probleem, dag. Aanhoude wind. Hier, je hebt een Amsterdammetje zelfs in de tuin staan. Hi. Hoi. Hi. Stoor ik of niet? Nee hoor. Heb je een rijbewijs? Ja. Nou, ik heb een vraag. Ik moet naar Amsterdam en ik vroeg me af of je mij misschien even wil helpen. Ja hoor. Nou, wat lief van je. Ja. Hoe heet je? Nina. Nina. Nou kijk, daar hou ik van. Zo gaat dat. Michael. Zo makkelijk kan het gaan. Nederlanders zijn gewoon aardig, gastvrij, gezellig. Ja, je hebt gewoon een bekende kop. Ja, heb je wel eens wat van mij gezien? Geen idee. Ik zei het toch? Wie weet. Zij weet. Die heeft gewoon letterlijk geen idee. Dat is toch fantastisch? Hé, hey, de vlag. Ik vergeet die kutvlag de hele tijd. Heb je nou niet jouw vrijdag verpest? Ik had toch niks te doen eigenlijk. Oké. Okay. Dus het, ja. Nu heb ik nog wat gedaan vandaag. Nina, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Het was fantastisch. Zou er iets vergeten zijn? Hoe lang heb ik nog? Kwart over één. Dus ik heb nog 2:03. Ja. Ik zou in theorie nu kunnen lopen naar de Dam en dan ben ik er gewoon op tijd. Dat kan. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan even kijken. Ik heb even een brutale vraag. Ik moet naar de Dam. Misschien kan mijn collega's vragen. Ja, dat zou top zijn. Man, kunnen jullie wel helpen verder? Yo! Yo, man. Ik moet jou even helpen met de vlag op, man. Nou, je moet me even naar de Dam brengen, als dat kan. Naar de Dam? Ja. Oké, dan wil ik wel voor je doen. Ja? Hebben jullie misschien iets te eten voor mij? Vanaf 4:00 al niet gegeten. Ik heb geen rode cent, dus het hoeft niet heel ingewikkeld. Er mag ook een banaan zijn. Is goed, ik ga even kijken voor je. Oké, top. Zo gaat het zo makkelijk. Nou, kijk, laat ik je wat vertellen. Dat effect heb ik gewoon op mensen. Ik kan mensen vertellen, hé jongens, ik wil iemand neersteken. Kun je me even een mes lenen? Dan geven ze hem gewoon. Die man keek, wat de fuck gebeurt hier? Ja, lekker. Zo, dat zijn grote mandarijnen. Ook voor de cameraman. Nee, alleen voor mij. Oké, dankjewel. Nou. Alsjeblieft, nou succes. Fantastisch. Dankjewel. Werk ze vandaag? Ik neem de mandarijnen gewoon mee. Dankjewel, man. Lekker dit. Ja, ik vind het alleen maar pijnlijk. Ja, dit is een beetje pijnlijk. Maar dat maakt niet uit. Je hebt soms goede dagen en je hebt soms slechte dagen. Jij hebt vandaag gewoon even een slechte dag. Juist, kijk, dat is het. Mooiere entree kan ik mezelf niet bedenken. Is het 1:45? 1:45. Ah, keurige score. Dan had ik nog 2 uurtjes speling. Had ik toch nog iets langer kunnen vliegeren. Nou, jullie hebben het gehoord, dames en heren. Ik ben er om 1:45. Ik zeg, mijn missie is geslaagd. Let's go, man! Lekker!